En zowel in het westen als in het oosten van ons land zijn er aanvullingen gepleegd op de controleposten bij de grensrivieren. Dit haalde Jerry Sleengaard, coördinator van het NCCR, gisteren aan tijdens de dagelijkse persconferentie van de overheid. Hij zegt dat de autoriteiten op de hoogte zijn dat mensen in het westen nog de oversteek doen. Sleengaard zegt dat er maatregelen getroffen zullen worden zodat dergelijke gevallen zich niet meer voordoen. Hij vraagt aan ieder die zich hiermee bezighoudt medewerking te verlenen zodat dit niet meer gebeurt. Sleengaard benadrukt dat de partiële lockdown geldt op de rivier, ook geldt op de rivier. We hebben heel veel informatie en er wordt nu zeer naarstig naar gepatrouilleerd dat er vanuit Guyana dat er personen die dus niet meer via de backtrack alleen binnen kunnen komen, ook gebruik willen maken van ze stappen in op een bepaalde plaats in Guyana en komen dan richting Suriname. En ze betalen rond de $100 daarvoor en ze worden dus per boot getransporteerd. Ze landen ergens in Ikeri, we weten waar de plaatsen zijn, of ergens in Koroni, of ergens in Saramaka, in dit geval Boskamp. En daar stappen ze dan uit. Ik geef deze informatie zo door en ik maak het wereldkundig en ik maak het bekend, omdat ik wil aangeven aan de mensen dat wij weten dat dit gebeurt en dat we natuurlijk maatregelen treffen om dit te voorkomen in de toekomst. Wij vragen uw medewerking om dat niet meer te doen, omdat wij hier niet gaan verzoeken als je alsjeblieft wil meekomen. Dit gaat direct op een directe justitiële manier worden afgehandeld, zodat u niet meer in uw hoofd krijgt om dit soort zaken te blijven uitvoeren. Verder legde Sleengaard ook uit waarom de regering en de Nationale Assemblee gevrijwaard zijn van de partiële lockdown die ook doorgevoerd is in verband met het COVID-19-virus. Uiteraard zal in elke omstandigheid zal het land bestuurd moeten worden. Er zullen besluiten moeten worden genomen. Vaak genoeg zijn de vergaderingen en de deliberaties die kunnen uitlopen. En we willen dus we willen hoogstwaarschijnlijk niet hebben dat er vergaderingen en deliberaties gestopt moeten worden omdat er een lockdown is. Er zijn dus net zoals essentiële diensten en essentieel verkeer is dus door de president gesteld dat het bestuur van het land moet doorgaan en dat natuurlijk ook beleid moet kunnen worden gemaakt. Jerry Sleengaard, coördinator van het NCCR. Hij sprak gisteren om de dagelijkse persconferentie van de overheid rond het COVID-19-virus. Hij zegt dat er maatregelen getroffen zullen worden tegen mensen die toch illegaal de oversteek doen bij de grensrivieren.